Mijn opa zou schrikken van het Nederland van nu. De generatie van mijn opa die had het al niet makkelijk. De beelden van de zogenaamde Turkenrellen in Rotterdam die staan mij op het netvlies. De huizen waar de generatie van mijn opa verbleef, die werden bekogeld met stenen door een opgehitste meute. Het werd voor het eerst zichtbaar in ons land dat racisme en discriminatie een groot probleem zijn. En toen schaamde de verslaggever van dienst zich daar nog voor. De Turk die uw huisvuil ophaalt, of die hier in de haven de olietank schoonmaakt, of die met u op de fabriek werkt, die heeft wel een heel andere indruk gekregen van wat wij zo graag zijn gastland noemen. En Nederlands naam in het buitenland heeft schade opgelopen. Tegenwoordig staat, of kijkt niemand er meer van op. Hoe zou ik het kunnen uitleggen aan mijn opa dat wij sinds die tijd zo weinig zijn opgeschoten? Zijn generatie moest schuilen voor de stenen die naar ze werden gegooid tijdens die rellen. De huidige generatie moet schuilen voor de woorden van politici, voor beleidsregels van de overheid en voor discriminerende algoritmes. Die oude tijd die was in ieder geval iets eerlijker, want de vijand was toen zichtbaar. De wonden van die stenen die heelden. Nu moet gestreden worden tegen iets onzichtbaars, iets wat venijniger is. Het monster van institutioneel racisme.